Sluit u vervolgens de avond af, meneer Giebes, met uw interpellatie over Exterlaar. Meneer Giebes. Ik moet digitaal werken, dus ik moet van het een naar het ander switchen. Dat is niks, de tijd loopt. Ja, dat is goed, maar ik zal kort zijn. Ik zal u niet op uw zenuwen werken, hoop ik. Ja, op vraag van actiegroep Groen Exterlaar hebt u afgelopen maanden schepen een poging gedaan om een participatietraject op te starten rond openbare ruimte binnen de verkaveling. In alle vergaderingen met de ontwikkelaar Vooruitzicht en het stedelijk wijkoverleg, zelfs mensen van Antwerpen aan het woord, en uw kabinet, een spijt, het zou er een zestal zijn. En sorry voor de lek, maar ik ben inderdaad te weten gekomen dat er een zestal geweest zijn. Dus die zes vergaderingen die hebben ons gebracht op een punt waar kan geconcludeerd worden dat er voor de buurt blijkbaar geen ruimte meer is voor enige inspraak in het te ontwikkelen gebied. En van bij het begin van uw poging tot opzet van een participatietraject is gebleken eigenlijk dat de projectontwikkelaar Vooruitzicht enkel binnen de strikte contouren van de verkavelingsvergunning wenste te praten of afspraken wenste te maken. En van het afsluiten van een participatiecharter tussen de stad en de ontwikkelaar in de buurt is er eigenlijk wel sprake geweest helemaal in het begin, maar daar is het dus nooit toe gekomen. Alle beloftes wat dat betreft ten spijt. De terechte verzuchting van Groen Exterlaar om in de nieuwe verkaveling meer openbare groen te voorzien en een belangrijk aantal waardevolle bomen en bomengroepen te behouden, wordt thans door de projectontwikkelaar afgeblokt onder het mom dat de vergunde verkaveling is wat ze is. Beslist beleid heet zoiets, dat horen we in andere dossiers ook wel eens terugkeren. Ontwikkeling van het gehele gebied zal gefaseerd gebeuren en dus is het ook perfect mogelijk om op basis van een verkavelingswijziging, zeker voor de later te ontwikkelen fases, alsnog aan de verzuchtingen van de buurt in overleg met de ontwikkelaar te voldoen. Daarom mijn concrete vragen aan het college. Bent u bereid in overleg met de ontwikkelaar te komen tot echte afspraken met betrekking tot de inrichting van het openbaar domein in het betrokken gebied? Bent u bereid, zoals beloofd, alsnog te komen tot afsluiten van een participatiecharter tussen enerzijds ontwikkelaar, stad en de buurt, om de buurt daar ook echt bij te betrekken? En een laatste concrete vraag. Acht uw college het mogelijk en wenselijk bij wijze van verkavelingswijziging aan de verzuchtingen van de buurt tegemoet te komen? Ja, meneer Giebes, nogmaals bedankt, maar ik moet u hier ook zeggen, ondanks 13 jaar procederen met verschillende groepen, hebben zowel stad als ontwikkelaar de moeite genomen om samen met Groen Exterlaar rond de tafel te gaan zitten en alle mogelijkheden uit te pluizen, van A tot Z. Er is zelfs door de groep op een bepaald moment geopperd om naar volledige passief bouw te gaan, architectuur aan te passen, noem maar op. Al dat soort dingen zijn geopperd. Het enige dat wij geprobeerd hebben, dat is om samen met hen binnen de contouren van wat vandaag ter tafel ligt, daar is vandaag niemand voor verantwoordelijk in die zin dat er 13 jaar geleden is daar een procedure opgestart. Er is een verkavelingsvergunning afgeleverd, die is betwist geworden. Ondertussen zit dat in een eindfase. U kan begrijpen dat na heel die periode dat het niet onbelangrijk is om te zorgen dat er geen fouten meer in dit dossier gebeuren. In ieders voordeel. Met Groen Exterlaar werden verschillende overlegmomenten gehouden en de laatste heeft doorgang gevonden in het districtshuis te Deurne, 16 april, dacht ik. Naast deze samenkomsten werden de verschillende diensten bezocht, stedelijk als hogere overheid, om de mogelijkheden af te toetsen die ingrepen in de goedgekeurde wegenis- en verkavelingsvergunning mogelijk zouden maken. De adviezen van Ruimte Vlaanderen van de stedenbouwkundige en juridische diensten zijn hierin echter duidelijk. Indien een nieuwe vergunning wordt ingediend, verzaakt men aan de oude vergunning. Indien om een of andere reden de Raad voor Vergunningsbetwistingen de nieuwe vergunning vernietigt, kan er niet meer teruggegrepen worden op de oude vergunning omwille van het feit dat er impliciet afstand van werd genomen. Risico's hier nemen zou van grote onachtzaamheid getuigen.
Een mogelijkheid tot ingrijpen in de groenaanleg is de eerste aan te leggen volgens de afgeleverde vergunning en na overleg van openbaar domein deze aanplanting wijzigen voor een reeds ingerichte openbare groenzone geldt dat er geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bij heraanleg. Deze optie brengt uiteraard extra quasi dubbele kosten mee. Dus wat je zou kunnen doen is eerst aanleggen en dan zeggen van nu gaan we het anders doen. Dat zou... Theoretisch zou dat een mogelijkheid zijn, maar dat is nogal een gekke om dat te gaan doen. De groenzone waarop de vraag tot herinrichting of participatie betrekking heeft, is als één groen vlak ingetekend op het verkavelingsplan. Dat klopt. Maar in tegenstelling tot de kavels bestemd voor patiowoningen en andere bebouwing, zijn er voor de groenzone geen specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd. Ook dat klopt. Echter zijn er ontwerpplannen, inrichtingsplannen van de groenzone bijgevoegd bij de verkavelingsaanvraag en deze plannen werden eveneens afgestempeld en goedgekeurd. Bij de verkavelingsvergunning is tevens opgenomen dat de voorwaarden van de dienst waterbeleid strikt dienen nageleefd te worden. Deze voorwaarden houden in dat de infiltratie- en of buffervoorziening aangelegd dient te worden in fase 1. Dit wil zeggen de volledige waterbuffering, ook degene die opgetekend is op het plan in fase 3. Voor de heraanleg van de straat Eksterlaar zal het district een participatieproject opstarten. De heraanleg van een straat is echter een tijdsverslindend project. Concepten, ontwerpen, uitvoeringsplannen, bestekken, aanbesteding, gunning en uiteindelijk uitvoering. Het district acht deze uitvoering ten vroegste haalbaar voor 2016, is ons meegedeeld. Overdracht van gronden is hier trouwens nog een noodzaak. Op maandag 19 mei werd in de aanwezigheid van een boomdeskundige van de stad en een ecoloog van het adviserende studiebureau Grondmij een uitvoerige rondgang gehouden op het terrein samen met Groen Eksterlaar en Vooruitzicht en Kabinet Ruimtelijke Ordening, dit om optimaal rekening te kunnen houden met het bestaande groen bij de inrichting van de nieuwe woonzone te Eksterlaar. Aan de buurt werd ook voorgesteld om mee te denken aan de tijdelijke invulling van nog niet aan te snijden terreinen op de site, speelweide en akker. Ik denk, meneer Giebes, dat wij zowel als bestuur als de ontwikkelaar het maximale doen en gedaan hebben om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de buurt. Trouwens, u mag niet vergeten dat ook in een vorig traject de aanpassingen die vandaag ter tafel liggen op de verkavelingsvergunning, dat die al deel uitmaken van zeer lange participatie- en overlegprocedures. Dus ik denk dat op dit moment alles in staat gesteld is om tot een goed resultaat te komen. En ik hoop dat de buurt samen met ons hier het beste van zal maken. Meneer Giebes. Ik begrijp u goed, schepen, als u zegt dat die verkaveling inderdaad volledig en in zijn totaliteit zal uitgevoerd worden zoals vergund en dat er geen enkele mogelijkheid is om nog wijzigingen aan die verkavelingsvergunning aan te brengen omwille van de vrees om allerlei juridische procedures die dan de verkaveling opnieuw zouden aanvechten. Dat begrijp ik heel goed. Dus de verkaveling zal door de ontwikkelaar volledig worden uitgevoerd zoals vergund. In zijn totaliteit. Hè. Dat is punt 1. Dat heb je dan goed begrepen, tenzij dat u dat ontkent. En ten tweede, men zou er ook kunnen voor opteren om een deel van de verkaveling niet uit te voeren. En dan gaat het specifiek over de groenzone aan Eksterlaar zelf, waar slechts één woning op voorzien is. Één woning voor een vrij beroep, denk ik, op voorzien is. Net pal op een plek waar een prachtig exemplaar van een boom staat en waar de buurt enorm aan gehecht is. Men zou die groenzone kunnen vrijwaren en eventueel niet uitvoeren. Dat had een mogelijk resultaat kunnen zijn van een positief gesprek met de ontwikkelaar. Maar ik heb begrepen dan van u dat het niet zo zal zijn en dat de vergunning in zijn totaliteit zal uitgevoerd worden zoals vergund. Dank u wel. Tot ziens.